As long as we don't see, at least are afraid to see, that Islam is the real problem that we face in the Netherlands, in France, in Belgium, in all of Europe and the West today, and it will and can happen again. Erken dat de islam een geweldige ideologie is die haat en terreur met zich meebrengt en dus niet bij Nederland wordt. 2. Sluit onze grenzen onmiddellijk voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Zeg Schengen op en voer weer eigen grenscontroles in.